Rico, goedenavond. Goedenavond. De popronde, even voor de mensen die het nog niet kennen, die schijnen er te zijn. Zeker. De popronde is een reizend circus, zeg ik altijd. Een reizend muzikaal circus, maar vertel er eens iets meer over. We zijn het grootste rondreizende festival van Nederland. Ook wel de grootste familie van Nederland. De Tros nu luistert, pech. En elk jaar kiezen we uit 1100 bands, 100 bands die we meenemen op tour langs 43 steden tegenwoordig in totaal. En daarmee beginnen we van oudsher in de mooiste stad van het land, namelijk Nijmegen op 10 september. Terecht ook wel, want het is ooit in Nijmegen geboren, hè? Zeker. Popronde. Dus het is een hele mooie plek om te beginnen. En Nijmegen heeft wel een hele bijzondere editie dit jaar, hè? Ja, afgezien van het feit dat het de eerste weer is zonder maatregelen, aanpassingen, kaartverkoop en al dat soort dingen, is het ook de editie waar we alles wat kon geboekt hebben. Alles wat kon. En dan hebben we het over iedereen die eigenlijk tijdens die hele popronde in al die 43 steden optreedt, verspreid over het land. Staan volgende week zaterdag gewoon in Nijmegen. Ja, en er zijn wel uitzonderingen. Mensen die niet konden. Mensen die toch last minute hebben afgezegd. Omdat er een bandlid erin gestopt is. Of mensen ziek zijn. Of toch een bruiloft hebben. Maar alles wat er verder geselecteerd is dit jaar. En aanwezig is. Is ook daadwerkelijk echt aanwezig bij ons. En voor de mensen die popronde willen bezoeken. Waar moeten zij dan heen? Allereerst, als je nu denkt, nou, ik wil het programma willen zien, ga je naar www.popronde.nl en dan klik je op Nijmegen. Mm-hmm. En dan krijg je het programma. En ja, waar moet je heen? We beginnen in Brebbel en in Oersoep tot en met 17:30. En daarna gaan we met z'n allen eten. En daarna om 19:30 moet ik een speech gaan houden in het museum. En vanaf dat moment begint Fazitief. En dan gaan de poorten des hemels open. En uiteindelijk sluiten we af om 14:30 met de band die jij net draaide, Moodboard. Moodboard, ja, fijne band. Het is wel leuk, want jullie hebben een middagprogramma en een avondprogramma. Middag is volgens mij allemaal rondom de Vazim en de Honig, zoveel mogelijk, toch? Ja. En het avondprogramma, dat is dan grotendeels allemaal in het stadscentrum. Is eigenlijk alleen maar het stadscentrum. Alles binnen de ring, met twee uitzonderingen natuurlijk, Doorn Roosje en voor dit keer de eerste keer de vereniging. Tof, echt heel leuk. En allemaal gratis te bezoeken. Allemaal gratis. Wauw, nou ja, dat zijn al redenen om erheen te gaan. Maar wij gaan dit uur gewoon even uitgebreid aandacht besteden aan nog veel meer redenen om erheen te gaan. Namelijk de muziek. Ja, daar doen we het voor. Precies. En de popronde, dat zijn allemaal artiesten uit Nederland. Ja. Die enigszins aan het begin van hun carrière staan. Zo moet ik het zien, toch? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het kan je allereerste kennismaking zijn met je meest favoriete band van later. We zagen het vorig jaar met Mo bijvoorbeeld. Die zagen wij nog hier in Nijmegen in de bibliotheek met 80 andere mensen. Nou, als je het nu nog voor elkaar weet krijgen om Mo met 80 mensen te krijgen, dan ben je een hele grote. Want ja, dat is echt door het geluid heen gegaan. En zo hebben we elk jaar wel zo'n band die dat doet. En eigenlijk wel 10. Nou, dan ben ik heel benieuwd welk het dit jaar gaan worden. Maar dit uur gaan we een aantal van die bands draaien waarvan jij denkt dat ze heel groot gaan worden. De volgende, dat wordt A. Johansson.